In de vierde en tevens laatste uitzending van dit seizoen van Dommel Sportland nemen wij u mee naar drie sportverenigingen. We gaan naar de Keistampers met hun jaarlijkse Campinatocht. Daarnaast zijn we bij handboogvereniging L'Union en verder volgen we wielervereniging Squadra Azzurri. Paul, vertel eens iets over L'Union. Wat voor een vereniging is het? Ja, met trots kan ik zeggen dat L'Union de oudste vereniging van Boksel is. Sinds 1840, april 1840, is L'Union Boksel een vereniging in Boksel. Die via allerlei omzwervingen van de Spoorstraat, Breukelsestraat, uiteindelijk hier in 1992 hier op deze locatie terecht is gekomen. De locatie was toen eigenlijk alleen het gedeelte waar je kunt zien waar de bar is. En schoten de schutters van binnen naar buiten. En die moesten dan de pijlen door weer en wind buiten halen, weer teruglopen om vervolgens een volgende ronde te schieten. In 1997, als ik het goed zeg, is de hal overdekt door de leden zelf. En in 2009 is de laatste verbouwing geweest, omdat toen de duivenvereniging een plek zocht en die hebben toen tegen onze accommodatie aangebouwd en toen hebben wij meteen de gelegenheid te baat genomen om het verder uit te bouwen. En nu hebben we deze mooie accommodatie waar we 12 banen hebben en waar we mooie sportprestaties kunnen leveren. De schietsport, het handboogschieten, is dus jullie hoofditem, om het zo maar te zeggen. Het is al een hele oude sport, want jullie bestaan al 173 jaar, heb ik nu uitgerekend, ja. Juist vorige maand. Ja. Maar de handboogsport is eigenlijk ontstaan echt uit oorlogsspul, heb ik gelezen ergens. Ja, jacht, oorlog. Het is in ieder geval een sport die al vanuit heel veel ver vroeger terug in de tijd werd gebezigd. En, ja, dat er wedstrijden werden gehouden met schieten, dat is natuurlijk ook dan evident. Dat het als sport beoefend wordt, is in ieder geval ook heel erg lang. Het is een Olympische sport. Afgelopen jaar hebben we ook als Nederland heel goed gepresteerd bij de Olympische Spelen. En het is een sport waarin heel veel verschillende disciplines zijn. Indoor schieten, 18 meter en 25 meter, maar ook het buitenschieten. 30, 40, 50, 70, 90 meter. Jacht en veld, dan schiet je eigenlijk niet op vaste afstanden, maar op 3D-figuren. Dus er zit heel veel diversiteit in. Op dit moment hebben we rond de 40 leden. Gelukkig veel jeugdleden. We hebben op dit moment 12 of 13 jeugdleden. En de jeugd heeft toch de toekomst. Binnen de handboogsport is er een opbouw van junioren. Eerst kadetten, junioren, masters. En we hebben ongeveer 13 jeugdleden, ik denk 14, 15 senioren en ook 14, 15 masters. Maar ik zag ook vrouwen schieten net. En bij die senioren zitten inderdaad ook vrouwen. En ook bij de, bij de junioren hebben we ook vrouwelijke schutters. We willen dolgraag meer leden, want het is een hele mooie sport. Het is een sport die heel veel rust brengt. Die veel aan de concentratie doet. Het is een sociale sport, je moet met elkaar schieten en je bent met elkaar ook een team. Dus er zitten heel veel mooie elementen in. Is het een dure sport? Nee, het is geen dure sport. Het materiaal waarmee je schiet kan enorm variëren. Je hebt natuurlijk het beste van het beste en dan kun je tot 3.000-4.000 euro aan je materiaal uitgeven. Maar voor 300-400 euro heb je ook goed materiaal. Dus om te beginnen met die sport hoef je niet meteen echt enorm veel in de buidel te tasten. Daarnaast hebben wij als vereniging altijd het motto: de jeugd weet niet goed waar ze aan beginnen. Dus ze mogen altijd meekomen schieten. Donderdagavond is de jeugdtraining door erkende jeugdtrainers. De eerste 3 maanden ongeveer is het echt kennismaken met de sport. Je krijgt het materiaal van de vereniging. Je hoeft nog geen contributie te betalen. Het is echt kijken van past de club bij mij als schutter. Past de sport bij mij als persoon. En als dat allemaal positief is, nou, dan ga je na 3 maanden contributie betalen.
die op dit moment voor jeugdschutters 95 euro per jaar, voor senioren 125 euro per jaar. Nou, dat is eigenlijk maar heel weinig in mijn ogen. En dan ben je ook automatisch aangesloten bij de Nederlandse Handboogbond en heb je daar alle voordelen van die daarbij zijn. Nog toekomstplannen als laatste vraag? Ja, ik hoop dat ik nog ooit met jeugdschutters naar de Olympische Spelen mag. We doen het op dit moment gewoon in Nederland heel erg goed. En we hebben op dit moment ook hele goede jeugdschutters. En als die blijven trainen en als die er plezier in blijven houden, zodat ik ze nog maar mee mag begeleiden naar Olympische Spelen, dan ben ik helemaal vergeten. Dat is een mooie toekomst. Dat is een mooie toekomst. Bedankt. Graag gedaan. De familie Vermeulen, ja. Op een zondagmiddag een dagje uit en die gaan wandelen. Ja. Waarom gaan jullie wandelen, mevrouw Vermeulen? Oh, waarom gaan wij wandelen? Nou, eigenlijk gewoon omdat het lekker is. En we hebben de midwintertocht gelopen van de Keistampers. En toen hoorden we van iedereen, als je dit al leuk vindt, dan moet je de Campina-tocht lopen. Dus vandaar. En dus jullie lopen meer tochten, begrijp ik? Nou, we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen met de kinderen te lopen, ja. Maar het is wel heel erg leuk. En dan zijn we eens lekker buiten en dan kunnen we niet nog 3 uur DS'en en Nintendo'en. Dus dat bevalt eigenlijk wel, dus het gaat heel leuk. Ja, we kunnen lekker samen kletsen onderweg, hè? Lekker kletsen onderweg, maar wat doen jullie meer onderweg? Doen jullie ook iets met de natuur of zo onderweg? Nee, niet veel, hè? Ja, soms zien we hele mooie dingen. Alleen en Tika wijst de weg, hè? Een heel groot beest. Ja? Ja, dan insecten. Wat vind jij er leuk aan, Tika? Nou, ik vind het gezellig als we het gaan doen. En dan is het ook nog, nu dat het zo lekker weer is, kunnen we in het lekkere weer gewoon zonder jas lopen. Dat is fijn, hè? Ja. En wat je nou allemaal meemaakt vandaag, ga je dat volgende week, want je hebt nou vakantie, maar ga je dat op school vertellen? Nou, dat heb ik ook bij de andere wandeltocht gedaan. Toen ging ik op school allemaal dingetjes, daar ga je dan vertellen wat je hebt gedaan in de vakantie. De vorige keer was het heel koud, hè? Ja. Toen hebben we kippensoep gegeten onderweg. Ja. En zijn er dan ook nog meer kindjes die zeggen van, nou, ik wil dat ook wel eens? Niet zoveel, hè? Niet zoveel. Er zijn niet zoveel kinderen. En die juffrouw, nooit, of heb je geen juffrouw? Jawel. Ja, ik hoe heb heet twee die? Juffrouw's. En hoe heet die juffrouw? Elise en Natasja. En gaan die ook wel eens wandelen? Dat weet ik niet. Juffrouw Elise wel, hè? Elise wel, denk ik. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar wat vind je nou het leukste aan het wandelen? Dat we gezellig samen kunnen buiten zijn. Oké. En jij? Ik vond het wel heel leuk, maar ik vond de midwinter toch wel iets fijner, want dit is echt zo'n heel warm weer. Ja, het is nu wel heel warm. Maar, heb je het vannacht niet koud gehad dan? Nee, vannacht nee, heeft niet in een echt. Boomhut geslapen vannacht? Heb ik in de boomhut geslapen, maar toen ben ik tot 12 uur opgebleven, dus nu ben ik moe. Oh, en waar is dat die boom? Verklappen. Die boomhut? Oh, in de tuin bij mijn vrienden. En daar heb je geslapen? Ja. In een boomhut? Ja. Buiten, hè? En wie heeft die boomhut gemaakt? Hunzelf. Oké, dat is leuk. En de Nintendo, heb je die niet meegenomen? Nee, hè? Maar papa zegt dat jullie wel eens met de Nintendo bezig zijn. Maar wel de telefoon, hè? Dan kunnen we zien hoe ver we precies lopen, hè? Oké, maar wat vind je het leukste? Nintendo of wandelen? Zeg het maar gewoon. Zeg het maar. Oké, de Nintendo. De Nintendo, hè? Dat mag ook, hè? Maar papa heeft liever dat jullie gaan wandelen. Nou, nu bij de rust, mijn voeten vallen er bijna af. Het is een mooie oefening voor de avondvierdaagse. Wat is het erg ver? Vind je het erg ver lopen? Hoeveel kilometer lopen jullie nu? 12. Alleen de vorige keer leek het verder tot de rust om deze keer. Ja, nou is het lekker, nou is het lekker warm, hè? Het is lekker weer. We waren er eigenlijk zo. En wat doe je onderweg ook? Kunnen een liedje zingen of allemaal kletsen? Gewoon kletsen. Kletsen. Ja. En moet papa en mama jullie in de gaten houden? Jullie niet weglopen of blijven jullie mooi bij papa en mama? We hebben ze aan de riem onderweg. Nee. Maar je vindt het wel leuk? Ja. Ja, hè. Oké. Maar jullie doen dat dus vaker. Gaan jullie ook nog fietsen of zo?
Als je aan de sportieve kant van onze ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dan moet je hier zijn. Ja. Nee, we zijn eigenlijk een beetje begonnen omdat Bob die gaat de Mont Blanc beklimmen in juni. Over zes weken moet ik aan de bak. Ja. Ja. En wat ga je dan doen precies? Ik ga de Mont Blanc in Frankrijk beklimmen. En dit is leuk om met de kinderen een beetje een opwarmertje. Ja. Dus die is meer dan 12 kilometer, neem ik aan. hij is nog geen 5 kilometer hoog. Maar? Omhoog. Stijgingspercentage? Ja, nee. Als het goed is, moet ik 16 uur lopen. Dus dan moet dit wel lukken vandaag. Hè. En dat doe je met een groep? Of? We zijn met z'n zessen, ja. Mannen? Er zitten twee vrouwen in het team. Want jouw vrouw gaat niet mee? Nee. Dat is waarom ga je niet mee? Nee, dat kun je niet maken. Ouders hebben onze kinderen hebben twee ouders, die kunnen niet tegelijk een berg gaan doen. Nee. En anders deed dat ook niet, maar dit klinkt het beste. Maar je bent dus een sportief iemand. Ja. En is het dan niks om bijvoorbeeld lid van de Keistampers te worden op? Ja, misschien wel. Ja, ze zoeken nog vrijwilligers. Hè? Dus misschien sta ik hier volgend jaar wel koffie uit te delen. Oké. Okay. Ja. Nee, maar het is gewoon leuk, hè? Wij zijn een paar jaar geleden ook in Oostenrijk op een wandelvakantie geweest. En als je zo loopt, dan klets je weer zo meer met elkaar als thuis. Thuis doet iedereen een beetje zijn eigen dingetje. En hier ben je echt met z'n viertjes zijn we dan, hè? Ja, het gaat heel goed. Het is leuk. Ja. Ja. Het is gezellig. Dus, gaat papa thuis wel eens aan de Nintendo? Doet papa dat ook wel eens? Nee. Mag hij dat niet bij jou? Jawel, maar dat doet hij niet. Dat vindt hij niet leuk. Nee, en ik moet ook wel eens werken, toch? Ja. Ja. Oké. Kevin, jij bent aan het wielrennen bij een club Squadra Azzurri, inderdaad. Heb ik begrepen. Jij bent er pas bij. Ja. Waarom wielrennen eigenlijk? Ik had een blessure aan mijn knie, ben ik gestopt met voetballen en de jongens hebben mij gevraagd om te komen fietsen. En daarom ben ik bij deze club terechtgekomen. Omdat het bekenden waren of? Ja, er waren bekenden, onder andere Barry dan, Bart Gielen en andere jongens kende ik van gezicht. En nu ook allemaal van naam. Waar heb je gevoetbald? Bij RKSV Bokstel. Okay. En je hebt al eerder gefietst of is dat nu pas ontstaan? Dat is nu pas ontstaan. En? Ja, prima. Hartstikke leuk. Heel leuk clubje. Leuke toertochten. En op dinsdag en donderdagavond en zondagochtend gaan we ook fietsen. En dat kwam allemaal prima uit. Hoe vaak trainen jullie dan? 3 keer per week? Ja, 3 keer per week. En hoeveel kilometer ga je dan rijden? Op de dinsdag en donderdag rond de 40 en op de zondagochtend rond de 60. En waarom op zondagochtend de 60? Ja, dan heb je toch iets langer de tijd om te rusten en zondags heb je niks gedaan. Dus dan kun je even vol in de bak, hè. Buiten het wielrennen, doen jullie als club of als vereniging nog meer dingen? Nee. We organiseren wel een feestavond en een barbecue. Maar meerdere dingen samen doen we eigenlijk niet. Heb je nog aspiraties om wedstrijden mee gaan te doen of zo? Of is het puur recreatief voor jou? Recreatief, met leuke toertochten. Net als de Amsterdam Gold Race en de Klim Classic. En 15 september hebben we de Kneteman Classic. Daar doen ook verschillende jongens aan mee. En dat is leuk om maar mee te doen. Dat doe je als groep, want ik heb gezien dat jullie inderdaad aan de Amsterdam Gold Race meedoen. De Ronde van Vlaanderen heb ik iets van gezien. Dan doe je als groep mee bij de amateurs, of hoe gaat dat precies? Dan kun jij inschrijven voor bepaalde kilometers. En dan varieert dat in de club van 100 of 110 of 150. En degene die dan dezelfde afstand fietsen, die fietsen met elkaar en die proberen ook samen te finishen. Gerard, lid van handbalvereniging L'Union. Al heel lang, volgens mij. Ja, ik ben in 65 jaar bijgekomen. En in 66 hebben ze me eigenlijk, denk in mijn ogen, nog niet opgegeven aan de bond. Pas in 67. Ik schiet nu van 67, ik ben nu ongeveer 46 jaar aan het schieten, of 47. En verdienstelijk? Ja, wij is verdienstelijk? Ik bedoel niet waar. Iedereen, ja, wie is de beste wil zo zeggen. Vroeger streefde ik eigenlijk altijd de nest te zijn. Ja, nu is het eigenlijk een beetje minder geworden. Maar toen de tijd hield ik de westschutter in de gaten en ging ik tegen schieten. En anders niet. En toen kon ik het goed. Beter als nu. Ja, dan ben je wel heel bescheiden. Ja. Want ik heb begrepen dat jij afgelopen winter winterkampioen bent geworden. Dus je was de beste van de club, heb ik begrepen. Ja, dat was
Dan moest ik nou net precies zien die dag. Ik dacht, daar moet ik me eigenlijk op gaan focussen. Want ik wil winterjongkampioen worden. En dat heb ik toevallig ook gedaan. Heb ik ook 2:42 geschoten. Is dat toevallig? Of heb je al meer kampioenschappen achter de rug? Dat heb ik wel. Ik ben hier in de vereniging ben ik al 9 keer als koning geweest. 6 keer als keizer. Dus in de vereniging dan, ja. Oké. Okay. Een paar keer als tweede geweest en een keer derde en zo. Maar toen, daar ben ik. Ik heb de eerste toen, als je dus 3 keer achter elkaar koning wordt, dan ben je maar de nieuwe meeschieten voor de koningschap. Dan moet iemand mijn uitdagen weer, toen de tijd voor de keizer. Maar dat is nou afgelast. Nou, als je dus koning bent, dan schiet het mee tegen de keizer. Maar je doet nou al zo lang. Wat is er nou echt leuk aan deze sport? Ja, leuk. Mijn broers die begonnen ermee. Dus dat met zijn Harry en zijn Mart die begonnen ermee. Toen is mijn vader erbij gekomen en toen is mijn zwager die nu overleden is, dat beertje er hangt, Kluitmans, Rien. En toen ben ik mee begonnen te schieten, 17 jaar ben ik mee begonnen te schieten. Dus ik begon eigenlijk met een Turkse eik. Er zat nog eigenlijk geen vizier op. Toen heb ik een staalboogje dubbel gehad en die heb ik toen kunnen kopen. Want ja, munten had ik toen ook niet, eigenlijk niet. En die heb ik toen gekocht en toen ben ik van Anna geboren en toen ben ik ingeschieten bij de Lothargrot. Ik zag inderdaad, ik hoorde nou over verschillende bogen. Ja. Wij zagen net hier bij de opnames, zagen we dat er iemand met een aparte boog aan het schieten was. Kun je daar iets over vertellen, het verschil tussen de twee bogen? Ja, nou de longrange boog, er zit helemaal geen vizier op. Die schieten ze dus vanuit de hand, van boven de waf. Kunnen zelf richten, wat ligt er aan de afstand. Dan moeten we wel bepalen hier met jouw gezicht de afstand. En er zit helemaal geen vizier op. En op onze bogen, ja, er zitten stabilisators op, vizieren op. Dus die moet je zelf instellen. Maar die bogen moet eigenlijk met een boogje schieten. Wij zeggen een boogje moet eigenlijk met een boogje schieten. Die kunnen dus als die 25 meter, die halen ze nog net. Maar als ze wijken komen schieten, kunnen ze al niet meer binnen schieten. Die moeten dus heel wijd, er zijn ook wedstrijden voor. Hè. Die schieten ze in de lucht. Die pijlen die moeten op een bepaald doel vallen. Dus het is een stuk moeilijker dus? Ja, het is eigenlijk moeilijker voor het schieten. Maar dat zal eigenlijk niet gauw met tegen ons kunnen schieten als eerste kunnen worden. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben? Je moet denk ik flinke kracht in je armen hebben. Nee, kracht in de armen moet je hebben. Het is oefening in de trekkracht, want als je dus een boog in de compound pakt, ja, die is 50 of tussen de 50 en 59 pond, ja, die is trek veel zwaarder. Dat is gewoon een kwestie van oefenen en dan kunnen we uittrekken en een boog ook. Maar niet te lang houden, want als je te lang houdt, dan wordt het denken. En als je één keer durft te denken, dan ben je verkocht. Denk nou niet dat nou, ik heb nog geen rode geschoten gehad. Ik heb nog geen 8 geschoten gehad. Gegarandeerd, je hebt een 8. Dat vraagt maar aan de andere. En je ogen? Die worden nodig. Als ik een bril op heb. Dat maakt niks uit. Er zijn er speciale brillen voor te kijken. Je hebt ook maar één glasje, die verhoging. En je hebt ook, ja, die met gewone brillen schieten dus. Maar je moet toch speciale eigenschappen in je ogen hebben om precies op zo'n grote afstand iets te kunnen zien. Ja, als je blind bent, zie je niks, maar in ieder geval. Maar het is vanavond zelf hoe ouder. Ik ben nou op die 25 meter, wordt steeds moeilijker voor mij om me gewoon te zien. Maar het is het feit, als je jonger bent, dan kun je daar nog zien, de 25 meter vizier. Ja, nee, dat is perfect. Als nou iemand in Boksel een sport aan het zoeken is. En ze vragen aan jou, handboogschieten. Ja, vertel mij nou eens in een paar zinnen waarom dat ze dat zouden moeten gaan doen. Ja, het is tussenplaats geen duursport. Je kunt het is kiesje tegen weigen, dus als je voetbalt, dan heb je het in team. En dan moet je presteren, als je dus 25 meter, als je handboogschieter bent, kijken of je dat zelf kunt in de 25. En dan heb je niemand alleen zelf. En je moet ook niet luisteren wat een ander zegt achter je stad. Je moet gewoon, je bent stad een streep. Dan moet het stand op nul en op de roos richten. Mooi. Ja. Nou zag ik net dat jij in de zaal een heel bijzonder schilderijlijstje in je hand had. Met een paar medailles erin. Ja. Kun je dat even laten zien misschien? Ja. En kun je er iets over vertellen? Misschien even naar de camera richten. Kun je er misschien even iets over vertellen wat dat is? Want er staat de koningin, een of andere koningin op. Ja, dit Emma, Wilhelmina. Die hebben we, de voorouders, ja, dus die zijn allemaal nog voor mijn tijd geschoten. Hè. We hebben vroeger een Nederlands kampioen gehad, Harry de Koning. En ja, die moeten dan nog weten, dus eigenlijk precies hoe het zit. Maar die hebben wij vroeger gewonnen met wedstrijd schieten. En dat is zeer belangrijk voor ons, deze mag niet weg.
Dus dat is, ja, ja, die konden winnen als je kampioen was van de ploegen, hè, van de eerste waren. Dan konden we de medaille verdienen. We hebben Emma, Juliana. En hoe heet die anders ook weer? Hendrik. Prins Hendrik. Dat zijn inderdaad oude. Die zijn oude, hè. Maar we hebben toch ook 1840. Ja, dat heb ik gezien. 173 jaar. Ja, ja. Op deze mooie zonnige dag zijn we op de rustplaats van de Campina wandeltocht, georganiseerd door de keistampers uit Bokstel. Voor mij zit de heer Frans van Gulik, de oprichter van de keistampers. En Frans, jij loopt zelf ook mee vandaag, hoor ik. Vandaag loop ik een stukje mee. En wat is een stukje? 1,5 kilometer, ik heb het een beetje gesmokkeld. Nee, maar het gaat zo goed niet meer, dus vandaar. Maar het is een aantal jaren geleden heb jij de keistampers opgericht. Ja, dat is 35 jaar geleden. En hoe kwam dat zo? Nou, wij hebben dus een mannenvereniging in Lennenseuvel gehad. De 7-mijlstappers. Die hadden een hele hoop boksers kinderen. En dan kregen ze geen subsidie meer voor. Dus die moesten dus ergens ondergebracht worden. En toen is in een goed overleg is Lennenseuvel bij ons gekomen en gevraagd of wij een wandelclub op wouden richten. Omdat we dus al de avondvierdaagse boksel organiseerden. En zodoende zijn de keistampers ontstaan. Je hebt het jarenlang met jouw vrouw alleen gedaan, zowat, heb ik wel eens gezien. Wel gezien, maar we hebben het nooit alleen gedaan. Je hebt dus altijd een grote ploeg medewerkers nodig. En die hebben altijd voldoende gehad. Alleen de laatste tijd wordt het iets minder. Je wordt allemaal ouder, dus er vallen de mensen weg. Maar over het algemeen, zijn we met Jan Spijkers, met zijn vrouw, nummer 4 zijn we gestart. Toen is er Jan Vosten was erbij gekomen van de reservepolitie. En zo zijn we gaan draaien met de keistampers. En we hadden op een gegeven moment hadden we meer dan 100 leden, alleen kinderen. Dat is in de loop van de tijd is dat veranderd. En nu zijn er dus ruim 100 senioren die wandelen bij de keistampers. En doe jij nog iets in de vereniging, behalve dan meelopen vandaag? Ik doe op het moment heel weinig. Ik ben dus gestopt als secretaris. Ik heb 40 jaar het secretariaat gedraaid. Zowel van begin af van onder de vlag van BBO. Toen wij de avondvierdaagse gingen organiseren. Hebben we 7 jaar onder de vlag van BBO gewandeld. En we zijn dus nu 35 jaar keistampers. Bij de 40ste avondvierdaagse heb ik afscheid genomen van het secretariaat en het bestuur. Dus ik ben nu een beetje achter het scherm aan het werken nog. Maar dat wil niet zeggen dat je dus helemaal van de kaart bent, zeg maar. Nee, gelukkig niet. Nee, ja. Jullie doen meer tochten als de Campina-tocht, hè? Wij hebben dus 3 tochten. Dat wil zeggen dus de midwintertocht in februari. We hebben dus de Campina-tocht in het eerste weekend van mei. En we hebben nog de herfstkleurentocht de laatste zondag van oktober. En daarnaast zit er tussenin zit nog in juni de vierdaagse boksel. Dit jaar voor de 43e keer. De avondvierdaagse bedoel je? Avondvierdaagse. Voor de scholen? Ja. Dat is wel een heel groot succes, hè? Hoeveel deelnemers heb je dan niet elk jaar? Wij zitten rond 2200 kinderen die meelopen. Dus ook ouderen. We hebben ook rolstoelers die mee op pad gaan. Ook een pluspunt. Dus die mensen ook de gelegenheid krijgen om dus een keer boksel te bezichtigen van een andere kant. En dat je dan commentaar krijgt van, goh, ik ben vandaag 4 avonden buiten geweest. Of ze wandelen langs het station en dan zeggen ze, oh, ik ken alleen die een boom nog. Ja, ja. Dat wil dus heel wat zeggen. Doe je in de avond vierdaagse ook nog iets? Of? Momenteel niet meer. Want je hebt daar heel veel werk aan gehad. Ik ben wel eens bij jou thuis geweest. Als al de scholen de inschrijvingen moesten doen. En dan was jij met je vrouw daar volgens mij weken, zo niet maanden mee bezig. Dat klopt. Maar nou niet meer. Ik heb dus wat dat betreft een heel stuk afscheid genomen van de keistampers. Wel blijf gewoon lid. En ik werk achter de schermen en ik doe de PR nog zo'n beetje. En dat is dus hetgeen maar wat ik nou doe. Maar dat kan toch niet helemaal afscheid nemen van de keistampers door Frans van Gulik? Nou, helemaal niet hoor. Maar wel een groot stuk, een heel groot stuk. Want het zijn toch jouw keistampers? Het zijn mijn keistampers zelf nog geweest. Koen,
ook bij het wielrennen? Recreatief of ben je een echte wedstrijdsporter? Nou, recreatief met de uitdagingen voor de flinke tempo wat in de wedstrijden lijkt te zitten. Maar nog echte wedstrijden, dat zit er niet meer in. Nee. Dus je hangt niet achteraan direct als jullie gaan rijden? Nee, dat is niet meer het geval. Nee, ik kan aardig meekomen en kan mijn steentje bijdragen. Ja. Je had het net zelf over je leeftijd. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, nee, ik zeg, de leeftijden zijn leuk verdeeld over de ploeg. Dus daar zitten de jongsten en de ouderen en dan kunnen we elkaar van alles leren. En ik zit niet meer bij de jongsten, nee. Nee, mag ik vragen hoe oud je bent dan? Ik ben van bouwjaar 56. En dat is ongeveer dezelfde leeftijd nog. Dat betekent dat bij jullie eigenlijk alle leeftijden welkom zijn? Dat dacht ik wel, ja. Dat is van jong tot oud. Dus tot nu toe is het iedereen hartelijk ontvangen. Ja, je had het straks geloof ik ook al gevraagd. Een beetje van de mix van de ene. Dus die kent die en die vriend. Nou ja, je moet er zelf ook een beetje happy bij voelen bij de club. En dat is in dit geval. Voor mij geldt dat. En het zijn allemaal jongens die aardig tolerant met elkaar omgaan. Ja. Gezelligheid. Of is het puur het fietsen? Ik ben in ieder geval voor het fietsen gegaan. Want ik zit nog wel bij een clubje wat ook nog wat recreatief fietst. Dus het is een beetje verdelen. Maar hier gaat het tempo wat hoger. En hier ligt het meneer en name op het fietsen. Ik moet ook zeggen, dat zie je ook het verschil nou met de conditieopbouw vergeleken met het andere groepje. En de gezelligheid komt er vanzelf bij. Maar als je de avonden door zou moeten brengen met bier drinken, dan haak ik wel het eerste af. Ja. Je lust geen bier? Ik ben geen bierliefhebber. Nee. Dus toch een echte sportman? Als je dat de definitie voor niet bier drinken denkt, ja, dan zit ik daar dichterbij. Ja, heel goed. Het motto van jullie club... En dan ga ik spieken op mijn blaadje, is bicicletta es la nostra vista. Okay. Wat betekent dat? Ja, dat is onze lust aan het leven, hè? Daar gaat het om. Alles draait om fietsen. Ja. Ja, wat betekent dat in de praktijk dan? Alles draait om fietsen. Het is letterlijk vertaald, heb ik begrepen, koersen is ons leven. Nou ja, en koersen is dan fietsen, dus dat draait eigenlijk om. Dus je hoort vaak dat we even overleggen met de vrouw, hoor ik dan op de fanmail en onze Facebookpagina's. Hè. En dan zeggen ze van, nou, wacht eventjes, even overleggen. En dan, uiteindelijk is bepaald dat ook blijkbaar ook een heel deel van het gezinsleven, dat we tanden gaan fietsen. Oh, de kleine moet geboren worden, dan zijn we even 2 dagen thuis en dan wordt er weer gefietst. Dus dat draait wel veel om fietsen. Ja. En weet jij waarom dat we het in het Italiaans moeten lezen? Nou, kijk eens naar de kleurtjes en dat sprankelende, hè? Het Italiaanse, de zon, de fietsmerkjes. Het heeft iets meer beleving als, ik stoot niemand te hoog tegen het been, maar op de gazelle ervan houden met je jongens. Ja, dan is het toch anders. Hè? Dan wordt het meer van, we gaan met de gazelle en dan wordt het dit, hè? Ja, dat is het niet. Oké, dank je. Jaap. Hoe oud ben jij? Ik ben 12 jaar. En hoe lang ben jij al aan het boogschieten? 2,5 en of misschien 3 jaar. Maar je bent heel goed, hè? Mm-hmm. Want ik zag dat jij aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen meegedaan had. Mm-hmm. Dit jaar, hè? Ja. En hoe was dat? Ik was 5e school. Zo? Van heel Nederland? Mm-hmm. En dat is tot welke leeftijd? Aspirant is tot en met 12 jaar. Hoe komt dat je mee begonnen bent met deze sport? Ik houd wel altijd van boogschieten. Ik maakte zelf altijd houten bogen. En ik keek er ook films van, met vechtfilms. En toen kwam ik in Bokstel, volgens mij, bij een markt. En daar was Paul toen. En toen kon je pijltjes schieten. En toen vond ik dat wel leuk, dus toen ging ik bij deze club. Zo, jouw vader of moeder, hebben die ook aan handboogschieten gedaan of zo? Nee. Je bent de enigste in de familie? Ja. Zo. En hoe vaak train je dan? Meestal 1 keer in de week training. En dan zondag soms een keertje een wedstrijdje schieten. En dan vrijdag heb ik meestal wedstrijden van regio. En dan zaterdag... Om de 3 weken of 2 heb ik regiotraining. Nou, dat is best vaak dat je ermee bezig bent. Mm-hmm. Hè? Je wedstrijden waar je het over had. In de regio, zei je, waar ga je dan allemaal naartoe? Gewoon hier in regio Bokstel. Regio Bokstel, dus ja. Niet zo heel ver weg is dat. Nee. Maar je komt wel bij de Nederlandse kampioenschappen terecht. Ja, dus dan heb je wel verder weg. Maar dan heb je dus bij die regio dus ook wedstrijden moeten winnen eerst.
Nee, dat, ja, volgens mij wel. Mijn persoonlijk record is 228. En hoeveel? Bij 25 pijlen. En bij 30 pijlen 262. Oké. Okay. En hoeveel kun je halen eigenlijk? Wat is het hoogste wat je kunt halen? Bij 30 pijlen kun je 300 punten halen. En bij 50 pijlen 250. Daar zit je wel dicht tegenaan, hè? Mm-hmm. Maar waarom ben je eigenlijk niet gaan voetballen? Dat vind ik niks. Waarom vind je dat niks? Ja, ik gewoon alles. Ik was eerst wel voetballen. Eerst deed ik dat wel, maar daarna zat ik in een heel irritant team wat heel de tijd ruzie maakte, dus toen ging ik er gewoon af. En nou ben je voor jezelf bezig, maar zijn er nog meer van jouw leeftijd hier bij Lunion? Waar je dan mee kunt spelen of spreken? Ja. Heb je het ook wel gezellig samen? Mm-hmm. Sander, ja. Bij een bokserse wielrenvereniging met een Italiaanse naam. Hadden jullie daar niks boksers op kunnen verzinnen? Ja, het is wat, hè. Ja, kijk, Italië heeft natuurlijk iets meer wielerhistorie dan boksers zelf. Dus we dachten, nou, misschien kunnen we daar mooi het concept van de club op enten. En nou, blauw bleek nog een favoriete kleur te zijn. Daar is nog wel iets boksels, hè. En vandaar de Squadra Azzurri. Maar jullie leden zijn allemaal bokselaar, heb ik begrepen. Ja, of van de origine. Want ik zelf woon bijvoorbeeld in Vught, maar ik kom uit Boksel, van oorsprong. En sommigen wonen in Boksel, maar komen van origine ergens anders vandaan. Maar Boksel is de basis. Jullie doen ook allerlei toertochten. Zo heb jij, heb ik begrepen, vorig jaar meegedaan aan de tocht op de Alpe d'Huez. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, het is natuurlijk leuk om je hobby te koppelen aan iets wat ook nog een goed doel is. Nou, Alpe d'Huez, iedereen kent het eigenlijk wel. Fietsen 6 keer of zo vaak als je kan tegen de Alpe d'Huez op, de Nederlandse berg. En dan ook nog geld ophalen voor het KWF. Dus dat is dubbelop. En een erg mooie dag. En leuk ook om dat in teamverband te beleven. Jullie hadden heel veel geld opgehaald. Ik weet niet precies hoeveel, weet jij dat toevallig? Om erbij de 55.000 euro volgens mij. Zo, dat is nogal wat. Maar op dit moment, juist vandaag, gaan allerlei mensen uit Nederland, duizenden wielrenners, weer de Alpe d'Huez op. En daar is Azzurri niet bij. Nee, dit jaar hebben we een jaartje overgeslagen. Wie weet volgend jaar. Het is natuurlijk ook wel een intensieve periode, want je moet ook fondsen werven. En er komt toch steeds weer een beetje bij dezelfde mensen uit. En die willen ook al een jaartje pauze geven. Dus wie weet volgend jaar weer, in welke samenstelling dan ook. Maar het is wel de bedoeling dat jullie elk jaar een doel hebben. Een maatschappelijk doel waar jullie geld voor inzamelen, heb ik begrepen. Is dat dit jaar ook zo'n doel al, of weet je dat nog niet? Nou, dat hebben we nog niet helemaal bepaald. We hebben wel al vorige week voor een ander bokselsteam wat meedoet aan de Alpe d'Huez een kleine toertocht gereden. Daar hebben we nog 1.000 euro voor opgehaald. Dus in die zin hebben we wel een kleiner maatschappelijk doel, maar het grotere moeten we nog bepalen. Maar het is wel de intentie om elk jaar er iets aan te doen in ieder geval. Dus ook iets terug te geven aan de maatschappij, heet dat netjes, geloof ik. Ga je ook 3 keer per week trainen? Ja, 2-3 keer. Genoeg in ieder geval. Is dit de enige sport die je gedaan hebt of doet? Of heb je meer sporten? Nou, die ik doe zeker, want het neemt meer dan genoeg tijd in beslag. En gedaan heb ik heb ook nog gebasketbald en gehongbald in een heel ver verleden. Maar dat is het wel zo'n beetje. Hoor jij bij de prestatierenners of bij de recreatieve? Nou, dat mogen anderen uitmaken. Maar volgens mij bij de prestatierenners, denk ik. Ja, vertel eens, wat betekent dat dan in deze club? Nou, het is sowieso een vrije club, dus iedereen mag zelf bepalen wat je doel is of hoe hard je wil fietsen. Maar gewoon wel bij degene die volgens mij het meeste fietst en ook bergop leuk vindt om te doen. En het iets vaker doet misschien dan anderen, dat is prestatie, maar verder is het niet altijd serieus zien hoor. Jullie zijn dit jaar vereniging geworden in plaats van gewoon maar een clubje. Ja, hiervoor was het heel ongeregeld en nu zijn we alweer iets meer geregeld. En, het hoogste punt was de barbecue, toen was iedereen er. En bij het fietsen is soms iedereen er en soms wat minder. Die gezellige dingen zijn ook belangrijk. Ja, die gezellige dingen zijn ook belangrijk. Maar dat is ook de intentie van de club. Het moet toch gezellig blijven, dat vooral.